Je hebt 12 jaar in de Tweede Kamer gezeten, waarvan 6 jaar als voorzitter. Ja. Heb je ooit zo'n moeilijke formatie meegemaakt? Nou, ik denk dat de formatie die uiteindelijk leidde tot de gedoogconstructie met de PVV ook een hele moeilijke formatie had. Waar overigens ook Herman Cenk Willink toen eenmalig toen ook informateur was. En toen ook eigenlijk wel met deze strategie, hij is heel consistent, kwam dat het via de inhoud zou moeten gaan. Dus je moet partijen bij elkaar brengen die... Niet eerst de poppetjes doen. Niet eerst de poppetjes doen. Maar het gaat ook veel te veel over de poppetjes. En dat stoort mij echt enorm. En ook de bondkraag waar jij het over hebt, dat wordt ook steeds maar erger. En die gooien ook echt zand in de machine. Die stoken soms ruzies op, heb ik het idee. En dat moet je dus niet doen. Je bent met elkaar verantwoordelijk dat het land gewoon goed gestuurd wordt. Ja, wat grappig is wel dat hij dus aanbeveelt om het over de inhoud te gaan hebben. Dus dat we eerst 5 belangrijke, eerst de coronacrisis oplossen. Ja, maar van de inhoud vind ik het mooi. Die zegt, wees het nou eerst eens eens over wat het probleem is. En wat de feiten zijn. Wees het eens over de feiten. En ga dan met elkaar kijken naar een oplossing. En ik denk dat het niet dik moet zijn, het regeerakkoord. Maar dat vooral weinig punten moet zijn die ze vastleggen. Ja, maar het grappige is dat partijen dat omarmen. Zeg maar D66 vindt dat ook heel erg mooi. Ja. Maar die maken wel de aantekening. Maar over migratie willen we wel een duidelijke afspraak maken. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks vinden het ook mooi. Maar die zeggen dan, ja, maar over klimaat willen we wel een duidelijke afspraak maken. Dus dat zit alweer, daar begint alweer. Dat zit alweer in onderhandelingen, ja. Kijk, het nadeel heb ik zeg maar toen de tijd ook wel opgemerkt over het kabinet wat toen met Bos... En Balkenende. Bos, hè? Ja, wat je niet in de formatie goed regelt. Dan krijg je natuurlijk al die ruzies krijg je dan daarna, hè? Dus je moet een aantal dingen, maar probeer dan zo weinig mogelijk dingen goed te regelen. Ja. En laat het verder over aan wat er in de Kamer gebeurt. Je was Kamervoorzitter toen de eerste formatie plaatsvond zonder de koning. Hè? Dat is natuurlijk van oudsher altijd zo geweest. Zou het uitgemaakt hebben als hij nu nog wel die rol had gespeeld? Nee, dat had niet uitgemaakt, want... Ik denk dat, zoals nu de fractievoorzitters gezegd hebben tegen de informateur hoe ze over dingen denken, dat zeiden ze vroeger tegen de koning. En die probeerde ook echt zo dicht mogelijk bij de adviezen te blijven van de fractievoorzitters. Ik heb wel eens gezegd, de koningin was in mijn tijd natuurlijk koningin Beatrix. Ja. Die sloot haar haast algebraïs bij aan bij de adviezen die ze kreeg.